Hij is nog geen week minister, maar meteen gaat hij op bezoek bij de scholen. Hier de Tourmalijn in Franeker. Nou, vanwege corona mogen wij niet naar binnen, maar gelukkig gebeurt er voldoende op het schoolplein. Want ook daar mogen de achtste groepers de minister alles vragen. Wat was vroeger uw favoriete vak op school? Wat doet u graag in uw vrije tijd? Wilde u vroeger ook al minister worden? Wat zijn uw plannen voor het onderwijs? Ik ben natuurlijk net een week begonnen, dus ik ben nu eigenlijk al die plannen een beetje op een rijtje aan het zetten. Het is wel bijzonder, want hoe vaak in je leven komt er een minister bij je op school? Nou, ik vind het heel leuk, maar ook wel een beetje spannend, want het is ook wel bijzonder. Vorige week was Dennis Wiersma nog bij de koning. Dennis Wiersma. Hij werd er officieel beëdigd als minister voor onderwijs. Hij gaat in de regering over alle basis- en middelbare scholen. De eerste week is natuurlijk ook spannend en ook wennen, want je doet het voor het eerst. En iedereen opnieuw leren kennen en weet hoe alles werkt. Dus dat heb ik nu een beetje in de vingers. Ja, en nu vind ik het leuk om zoveel mogelijk mensen gewoon te gaan spreken. Ja, en superleuk om natuurlijk hier in Franeker op mijn eigen basisschool, mijn oude basisschool te zijn. Ik heb zelfs een oude juf gezien, die werkt hier gewoon nog. Juf Wiepie, dus fantastisch. Hoe was u toen u hier in het klaslokaal zat? Ja, ik was best wel een verlegen jongetje. Wel rustig volgens mij, dat zei de juf net ook. Maar ik was thuis juist het tegenovergestelde. Dus mijn ouders vonden mij altijd enorm moeilijk en druk. Maar hier was ik dan heel lief en rustig en ging ik altijd helpen met alles. Niet al te ingewikkeld voor de juf. Als minister wil Wiersma vooral zorgen dat de leerachterstanden kleiner worden. Dat niemand op school achterblijft. Dat leraren meer salaris krijgen en dat er meer aandacht komt voor rekenen en taal. Nu is natuurlijk wel de politici in Den Haag voelt voor heel veel kinderen wel een beetje ver weg. En die besluit allerlei dingen. Hoe wilt u ervoor zorgen dat kinderen nu gaan denken, nou, die meneer Wiersma, die zit er echt voor mij? Nou, ik ben vandaag in Franeker, dus dan kan ik ook naar Zeeland. Hè. Dus ik kan naar je toe komen, dus nodig me ook uit, dat vind ik leuk. Daar krijg ik de meeste energie van en ik hoop ook dat je dan plannen maakt die ook beter zijn. Omdat je geluisterd hebt naar mensen en vooral naar al die leerlingen, hoe het beter moet. Dus u gaat vaak bij scholen langs? Ja. Een voornemen dat veel kinderen ook wel een goed plan vinden. Want op onze site stond de stelling, de minister voor onderwijs moet vaak met kinderen praten en ruim 80% is het daarmee eens. Want hij weet natuurlijk zelf misschien niet echt heel goed. Ja, hij weet wel wat hij vroeger wou, maar wat wij nu willen en daar kan hij dan ook weer ideeën van maken. Hij kan wel heel veel dingen later voor ons gaan doen. En dan is het ook wel belangrijk dat hij naar ons kan luisteren en dat wij ook naar hem kunnen luisteren. Ik krijg al heel veel uitnodigingen, dus het wordt nog best een klus om die allemaal op in te kunnen gaan. Ik krijg het heel druk, maar ik ga wel mijn best doen om veel te zien en te horen. We hebben nog een poster voor u gemaakt met tips en tops. Wat goed. Geld voor groenere schoolpleinen, meer meesters, kleinere klassen. Goede tips hoor. Die hang ik dan in mijn kamer, hang ik die op aan de muur. Dan kan ik altijd aan jullie tips en tops denken. Zal ik dat doen? Ja. Leuk. Bedankt jongens.